Wouter, goed dat je er wil zijn. Hoe is het met je? Ja, slecht. Je bent niet naïef. Je stapt in de auto hier naartoe en dan weet je natuurlijk dat dit kan gebeuren. Maar op het moment dat het gebeurt, is dat gewoon een heel vervelend gevoel. En ik sta hier ook gewoon natuurlijk gewoon met een schaamtegevoel, want je bent met Groningen gedegradeerd. Waar schaam je dat precies voor dan? De degradatie aan zich of meer er iets omheen of hoe het kan? Of? Ja, met name dat. Hè. We zijn een grote club die nooit in deze situatie heeft mogen komen. Alleen dat is wel gebeurd en daar zit het schaamtegevoel in. Ik weet dat het seizoen nog niet is afgelopen, maar kan je een tipje van de sluier geven waar het in jouw ogen is misgegaan? Ja, een aantal essentiële dingen. Je gaat kijken naar team samenstelling. En dan kijk ik echt niet naar leeftijd of ervaring. Maar ook gewoon naar kwaliteiten die erin zitten. Betrouwbaarheid, stabiliteit, elke dag kunnen leveren. Individueel misschien wel goede spelers, maar uiteindelijk moet je het als team doen. Nou, ik denk dat dat onvoldoende is geweest. Uiteindelijk de staf samenstelling en de staf samenwerking. Met name in de zomer, die ervoor heeft gezorgd dat we in plaats van dat we een stap vooruit wilden doen, een stap achteruit hebben gedaan. Is ook echt wel geprobeerd om dat beter te doen, maar niet gelukt. En die twee bij elkaar, dus de teamsamenstelling en de stafsamenstelling en samenwerking, ja, die hebben voor een groot probleem gezorgd, waardoor je uiteindelijk in een positie komt als een grote club. Waar de kans op degradatie bestaat. En dan gaan er nog andere factoren spelen, zoals druk, onrust in en buiten het stadion tijdens wedstrijden. Dus je gaat kijken naar veiligheid, wat allemaal niet heeft geholpen, maar wat denk ik wel te verklaren valt voor een groot gedeelte door sportieve prestaties. En daar zijn we gewoon op geen enkele manier uitgekomen. Ik sprak net Van der Ree en hij zei, als we de juiste spelers hadden gehaald in de winterstop, als ik die had gekregen, dan had het niet hoeven gebeuren. Deel jij die mening? Ik ga niet wijzen, weet je. Als ik wijs, wijs ik naar mezelf. Dus dat vind ik niet. Ja, we hadden inderdaad wel gehoopt dat we inderdaad die teamsamenstelling wat beter voor elkaar konden krijgen in de winterstop. Dat is het ook niet goed genoeg geweest. Maar nogmaals, ik denk met name dat wij in de zomer de grootste steken hebben laten vallen. Hey, je zegt ik wil niet naar andere wijze, alleen naar mezelf. Wat neem je jezelf kwalijk in deze? Ja, ik ben eindverantwoordelijk, hè. En ik snap ook echt wel dat ik... Dat ik niet alles zelf kan doen, maar uiteindelijk, ik ben eindverantwoordelijk. Dus met name de twee grote processen waar we het net over hebben gehad, dat is niet goed gegaan. Daar moet ik mijzelf aanrekenen, mijn rol daarin. Dat evalueer je natuurlijk, waarvan ik nu achteraf zeg, ja, de uitgangspunten waren goed. Maar hadden we niet met meer mensen en ik ook daarop moeten gaan zitten om dat voor elkaar te gaan krijgen? Ja, dat vraag je continu af. Maar al met al is het op dit moment te laat. We weten waar het aan schort en we zullen nu de aankomende maanden moeten laten zien dat we wel in staat zijn de juiste keuze te maken met de andere mensen die we recentelijk hebben aangesteld. Ja, want jij wil wel algemeen directeur van de club blijven? Ikzelf? Ja, ikzelf wel, ja. Wordt er door mensen geopperd, misschien iemand naast jou? Sta je daarvoor open? Of? Ja, er staan heel veel mensen naast me op dit moment. Maar ik weet niet wat je daar precies mee bedoelt. Er zijn mensen die zeggen dat jij misschien een iets meer commerciële rol zou moeten nemen dan een algemeen directeur ernaast. Maar jij zegt, ik heb genoeg mensen naast me. Nee, ik kan als algemeen directeur prima functioneren. Ik snap dat mensen denken, ja, aan de technische kant nu en aan de commerciële kant. Alleen ik heb ook uitgelegd, ook waar was jij volgens mij ook bij, dat we de besluitvorming juist veel breder gaan trekken. En niet bij één of twee mensen leggen, maar op dit moment zelfs bij vijf, waar Henk Veldmaten, Wes Beuving, Dick Lukien en Art Langeler onderdeel van zijn. Ik heb daar heel veel vertrouwen in, al snap ik, we zijn vandaag gedegradeerd, dat we nu op het dieptepunt zitten en dat we dat vertrouwen moeten gaan herwinnen. Ik weet, na het seizoen spreken we wel weer verder, maar toch misschien voor de supporters om een beetje hoop te geven. Kan je iets vertellen over hoe Groningen volgend jaar of de komende tijd terugkeert naar de Eredivisie, wat het plan is? Nou, de andere twee zaken heb ik net tegen jou gezegd. We hebben de technische organisatie veranderd. We hebben daarin een nieuwe hoofdtrainer aangesteld. We zullen die complementeren met een staf. Maar uiteindelijk moeten we ook niet denken dat we met deze selectie zomaar hoge ogen gaan gooien in de keukenkampioendivisie. Dus daar zullen we met name stap in moeten gaan maken. Zodat er een complementair team staat waar nog steeds individueel goede spelers in zitten. En daarin zullen we ook risico gaan nemen. Natuurlijk niet met de continuïteit van de club. Maar we gaan wel echt risico nemen om eigenlijk gewoon een eredivisiewaardige elftal proberen samen te stellen. Wat in ieder geval één jaar in de keukenkampioendivisie gaat spelen. Wat er alles aan gaat doen om deze club terug te brengen in de eredivisie. Met risico bedoel je dan bepaalde budgetten vasthouden die je nu ook al gebruikt? Zeker. Ben je bang dat ook personeel binnen de club moet worden laten gaan? Of denk je dat FC Groningen in deze samenstelling kan blijven? Nou, is te vroeg. Hè. We gaan ook nu eerst met elkaar zitten. Ook intern, de aankomende dagen, de aankomende weken. Want je moet daarin ook iedereen het woord geven. Dat zullen we ook zeker doen. Alleen wij zullen wel ergens moeten gaan bezuinigen.
Alleen de uitgangspunt is wel, wat goed is, is goed. En dat, daar ga je niet zomaar afscheid van nemen. Omdat wij, en dat klinkt nu heel hard, aan de commerciële en financiële kant wel de juiste stap hebben gezet. Alleen draait om voetbal. Dus als je alles nu in één keer met de botte bel gaat hanteren, dan creëer je een veel groter probleem. En ik denk niet dat we dat moeten doen. Dankjewel. Sterkte.